Waar we nu naar gaan kijken is de manier waarop je van je beelden een filmpje maakt. Naar het menu gaan we omhoog. En eigenlijk gaat hij dan het eigen wifi-netwerk aanmaken. Ben, we gaan hem nu een verbinding maken. Ik heb voor de helderheid van het filmpje heb ik gekozen om even mijn iPad te gebruiken. En daar is hij dan. Ik open de TomTom Bandit app. Nou, het eerste waar we naar gaan kijken is de bibliotheek. Die zit hier. En de bibliotheek, daar zie je eigenlijk een hele verzameling van clips. Dit icoontje staat voor de films en dit icoontje staat voor de verzameling highlights. De highlights zijn eigenlijk die momenten in een clip die bijzonder zijn. Aan de hand van de GPS-data die de Bandit verzamelt, registreert die hoogtepunten van een clip. Dat kan zijn een versnelling of de hoogste snelheid of juist heel erg afremmen of G-krachten. En daar, die registreert hij automatisch. Links in de bovenhoek zie je het aantal highlights die deze specifieke clip heeft. 9, 5, 2, 6, etc. Naast de verzameling films, zei ik al, kan je ook de verzameling highlights aanklikken. Dus als je dan het sterretje klikt, dan krijg je niet meer de films, maar dan krijg je de highlights. En dat zijn een hele hoop. Er zijn natuurlijk veel meer highlights dan clips. En daar kan je ook helemaal doorheen kijken. Als je het filmpje opent, dan zie je hier waar de highlights staan. Als we dan de device draaien, dan opent hij hem in een andere view. En dan zie je hier eigenlijk de timeline aantal highlights die erin zitten. Wat je kan doen, is de highlight eigenlijk editen. Door het icoon ingedrukt te houden. En hierbij kan je de plaatsing van de highlight aanpassen. En je kan de lengte van de highlight aanpassen. Er zijn twee manieren om uiteindelijk tot een echte montage van een film te komen. En dat is enerzijds door het schudden van je device. Dat is de manier waarop TomTom eigenlijk de camera op dit moment market. Maak een verslag. En dan zie je, dan gaat hij in deze houding altijd, dat je kan schudden met je device. En wat er gebeurt als je hem schudt, is dat hij eigenlijk at random een aantal highlights bij elkaar zoekt en daar maakt hij een filmpje van. Dit is de manier, meteen vind ik, waarop het eigenlijk niet goed werkt. Want wat je ziet, is hier dat er een heel veel weinig met elkaar verband houdende highlights soms aan elkaar geplakt worden. Ja, dit is mountainbiken en vervolgens zijn we onder water gekomen. De eerste drie clips waren uit Spanje. En ik zie nu dat deze clip is uit het bos in Reden. Hoe die ze uit elkaar bij elkaar zoekt, snap ik niet helemaal. En het werkt ook niet echt mooi om een mooie vloeiende montage te krijgen. Hoe het voor mij wel heel goed werkte, was uiteindelijk, dat was even zoeken, om handmatig een verslag te maken. Ik kan hier bijvoorbeeld beginnen opnieuw intoetsen. En dan kan ik hier highlights toe gaan voegen. Als je die aantipt, dan kom je eigenlijk in diezelfde lijst als waar we net mee bezig waren. Waarbij je dus alle highlights gaat zien. Waarbij je de highlights zelf dus ook weer kan editen. Nou, wat ik ga doen is, ik ga eigenlijk uit die hele lijst van highlights, dus rond de minuut ga ik een aantal highlights bij elkaar zoeken en op die manier mijn film bouwen. Even deze highlight bekijken. Oh ja, dit is een leuke. Hier ga ik hard op mijn plaat. Dus die gaan we erin voegen. Maar even deze als inleiding. Die pakken we als eerste. Door op de plus te drukken, hè, zie je hier bovenin dat de highlight is toegevoegd aan je montage. Dat is de 1. Nou, dan hebben we deze val. Die is ook leuk. Die gaan we er ook in zetten. Die hebben we ook toegevoegd. Hier zie je weer. Nou, deze vind ik wel aardig, maar ik wil hem eigenlijk aanpassen. Kijken of dat lukt. En hier zie je dat bredere deel van de clip uitlicht. En nu gaan we even het begin en einde van de highlight aanpassen. He, ik vond het leuk om het moment, even kijken, dat ik schakel, hoppatee. En ik druk hier dan weer, hij is nu zoals ik hem wil. Ik druk op de plus en hij voegt hem toe aan de montage. Gaan we weer terug naar het overzicht. En zo gaan we verder. Alleen nu eindig je weer aan de bovenkant van het overzicht. Moet je weer naar beneden scrollen. Dat is een beetje onhandig.
zijn we er. We hebben onze highlights geselecteerd die we in het filmpje willen. Ga ik terug naar maken verslag. En dan zien we eigenlijk in deze tijdlijn alle filmpjes achter elkaar staan. Alle highlights achter elkaar staan. Die ga ik eerst eens even bekijken. Hij duurt nu 1 minuut 34 seconden. Nou, wat we nu gaan doen is dat we een overlay gaan toevoegen. De TomTom biedt nu twee mogelijkheden aan om een overlay toe te voegen. Dat is een overlay die eigenlijk de snelheid aantoont en of de G-krachten. Je kan er maar één toevoegen. Ik voeg de snelheidsduivel toe. Je kan de overlay nog weghalen als je zou willen. Laten we eens even een clipje pakken waar wij hem willen weghalen. Deze. Gaan we deze doen. Zo kan je overigens nog de volgorde van de clips veranderen. Maar hier wil ik de overlay weghalen. Dan klik ik op dat teken en dan zie ik dat die weg is gehaald. Om uit dit editingstukje te komen, klik je weer op je dinges. En dan zie je, als we hier zijn, dat hij zo bij dit clipje de overlay weghaalt. De overlay is weg. Moet je wel handmatig per highlight doen. Hier is hij weer terug. De highlight. Nou, lekkere snelheid. Start in beeld. Hartstikke leuk. Nou, tot slot. Het laatste wat je nog kan doen is een soundtrack toevoegen. De soundtrack die haalt hij uit de iTunes. Alle nummers die op je device hebt staan. Let er wel op is dat als je uiteindelijk je filmpje op YouTube of wat dan ook zegt. Dat je dus dat je film door YouTube kan geblokkeerd worden. Als je niet recht hebt op het gebruik van muziek. Dat komt bij populaire muziek veel voor. Dus hier kan je gewoon wat kiezen. Dat kan je eraan aan toevoegen. Wat ik wel merkte en daarom zeg ik, selecteer ik nu even niks. Is op het moment dat je een soundtrack hebt toegevoegd. Dan kan je hem niet meer weghalen. Je kan hem wel nog wisselen, maar je kan niet zeggen, nou, ik wil het filmpje toch zonder geluid hebben. Of althans, zonder muziek hebben. Wat ik ga doen is dat ik hem nu ga delen. Met dit hele eenvoudige knopje gaat hij dus de beelden, dat zie je hier, transferen, 11 clips, gaat hij uiteindelijk nu van de camera, van de TomTom zelf, naar je device toebrengen. Nou, het kan eventjes duren, dus daar wachten we even op. Let erop dat je voldoende ruimte hebt op je device om de film ook op te slaan. Soms laat hij dat pas aan het einde zien of de ruimte genoeg is of niet. Nou, ik weet dat op deze iPad heel veel ruimte vrij is, dus dat moet geen probleem zijn. Hij is 100%. Hier krijg je mogelijkheden. Je kunt via een bericht delen. Nou, dat is een beetje nutteloos. Je kan het foto delen via Vimeo of Facebook. Wat ik in ieder geval doe, is ik sla hem op naar mijn fotorol. Geeft hij geen bevestiging van. Dat vind ik altijd een beetje lastig. Maar als het goed is, gaan we hem nu terugvinden. Daar is hij. En dat is hem. Ons filmpje die we nu gemonteerd hebben, ik denk dat ik hem na een minuutje of 10 bezig ben geweest met omdat ik natuurlijk ook de uitleg erbij heb gegeven. Daar staat hij. Je kan draaien Full HD en je kan hierna alles mee doen wat je wil.